Martens. Op het moment dat ze die bal aanneemt, ziet ze al twee tegenstanders bij zich staan. Brugstan, die is eindelijk een beetje verlost van die tegenstand. En test Evraar voor het eerst echt. Een test die die keeper van België maar met moeite doorstaat. En niet zonder schade, want ze redt die bal niet alleen met de handen. De neus speelde daarbij ook een rol. De wedstrijd zit muurvast. En dus is het misschien wel een standaard situatie die Nederland zou kunnen helpen. Het wordt een variant bedacht op het trainingsveld. Spitsen naar Roord. Roord met de voorzet. Die kan niet goed worden verwerkt door de Belgen. En dan is het Egurola. Met toch een goede schietkans waar ze meer mee had moeten doen. Dit zou je kunnen helpen. Belova vindt Berestijn. En hier is direct de goal. In haar 100ste interland zet Linette Berestijn Nederland op 1-0 tegen België. Zelf kansen creëren, dat bleek lastig. Maar als de Belgen een handje helpen, pakt Nederland dit cadeautje op Sinterklaasavond. Maar wat graag uit Linette Berestijn, die in de vorm van haar leven verkeert. En tot grote opluchting van alles en iedereen hier in Tilburg Nederland de verlossende voorsprong schenkt. Nigurola, Brugts niet bereikt. En Vullaert die dat duel dan wint en weg is. En steun heeft ook. Het is 2 tegen 2 als de Belgen opschieten. Vullaert doet het zelf. Verliest haar aanvoerdersband. En verliest ook de bal. Nee, toch een kans voor de Belgen. Na geschut erachterin bij Nederland. Maar het schot van Marie de Truijer gaat uiteindelijk net naast. In Glasgow is Engeland op 4-0 gekomen. En dus is Nederland die marge van 3 goals nu al kwijt. Martens. Martens. En dat is een handig balletje van de Donk gelijk met de goal mee zich. Dat zou een enorme opsteker zijn geweest. Zo vlak na rust voor Nederland. En het slechte nieuws stapelt zich op. Want vlak na rust, u raadt het al, weer een doelpunt van Engeland. Wat vertelt Jonker aan zijn speelsters? Weten die de stand? Roord, ver aan die zijkant weer kan lopen. En het schot van Pelova. Martens krijgt hem voor de voeten, kan niet schieten. En de paas op Brugts is dan niet zorgvuldig genoeg. Brugts die de bal nog wel binnenhoudt. Dan de voorzet. Berestijn gaat er net onderdoor. Van de Donk voelt een duw van Missipo, maar kan door. Altijd maar Missipo. Die van de Donk altijd schaduwt. Nu Brugts, die heeft ze heel vaak op deze manier gemaakt. Nu doet ze het niet, maar de rebound is voor Berestijn. Weer Linette Berestijn. 2-0. Er zit weer leven in Nederland. Altijd maar weer Esme Brugts. En wat een geluk dat er geen VAR is, want ze staat hier buitenspel. Maar dit doelpunt zal niet worden afgekeurd. Goed schot van Brugts via de paal en Evraar staat Berestijn op de juiste plek. En net als op Wembley scoort ze ook in Tilburg 2 keer. En is het doelsaldo nu weer helemaal gelijk. Nu zou het kunnen. Martens. Martens. Goede bal van Martens. Pelova. Nou doe het maar. Pelova. Ze wacht. Waar wacht je op? Roord kan het proberen. Evraar. Een half uur nog en het is werkelijk nagelbijtend spannend. Alles is nog mogelijk. Tijd voor de joker. De troef die Nederland nog had. Vivianne Miedema. De corner is goed en Roord. Wat scheelt het. Er zijn heel veel eindes geschreven voor deze film. Maar welke wordt het? De Truijer. Die goed speelt, dat grote Belgische talent op het middenveld. Deze bal is goed. Tessa Vullaert en Van Domselaar. Hoe cruciaal is deze redding aan het eind van de avond? Er komt zo dadelijk nog een spits bij voor Nederland. En dat is Katja Snoeys. Maar eerst maar eens kijken wat Martens hier kan. Martens. Martens vindt Miedema. Miedema uit de moeilijke hoek. Martens gevonden en hij gaat er niet in zich. Ook Nederland krijgt toch genoeg grote kansen in die tweede helft. Miedema, goed gezien daar. Martens, die er beter voor stond dan zij. Maar er wordt fantastisch verdedigd daar door de Belgen. Martens, Miedema.
Miedema, ja, loopt toch de drukte in. Miedema, ze komt eruit. Miedema, Miedema, Miedema! Oh. Dit zou toch een onwaarschijnlijk mooie treffer zijn geweest. Vivianne Miedema. Ze begint aan een avontuur. En dat eindigt bijna in het doel. Glipt langs 3-4 speelsters. Ze heeft die klasse natuurlijk nog altijd. Maar Evraar voorkomt de goal van Miedema. Eén doelpunt is genoeg voor Nederland. Eén doelpunt. En de Olympische Spelen zijn nog altijd haalbaar. Er komen 5 minuten bij. Dit is een goede actie. De voorzet. Miedema staat daar. Snoei staat daar. Ja, wie staat er niet? De kopbal. Oh, Evraar heeft hem niet. En dan zit hij erin. Dan zit hij erin. Damaris Egurola. De bank stroomt leeg. Dit is de 3-0. En dit is misschien wel de treffer die de Olympische droom van deze vrouw in leven houdt. Zeldzame taferelen hier in Tilburg. Waarbij niet vergeten moet worden dat het in Glasgow nog altijd niet is afgelopen. De bal op de lat. Evraar is hem kwijt. Egurola van dichtbij met de rake kopbal. En het ziet er opeens weer heel goed uit. En kijk ook eens naar Jackie Groene. Schitterende beelden. Ja, Jonker zegt, ga nu maar allemaal terug. Engeland scoort! Engeland scoort, het is daar 0-6. En nu is het Engeland weer in pole position. Dat komt nu ook door bij Jonker en die moet het doorgeven. Anderhalve minuut nog voor 1 doelpunt. Nederland dacht er al te zijn, maar zo is het dus niet. En België heeft de bal, ja, de ballon lijkt leeg bij Nederland nu. Nou, nu de bal. En naar voren, allemaal. Egurola. Roort, het kan nog allemaal voor Nederland. Roort heeft Miedema met zich mee, ook Snoeys is er. Miedema. Miedema loopt zich vast. Alsnog, Egurola. Veel meer kansen gaan er niet komen. Leugde. Leugde met de bal voor. De kopbal en ja! Ja! Weer Egurola! 4-0! En nu kan het niet meer fout. Huur de beste scenario schrijver in Hollywood in en die verzint dit niet. Die verzint niet wat er in de afgelopen minuten allemaal is gebeurd. Niemand weet meer wat er is gebeurd. 4-0. Ze scoort zelden tot nooit. En nu doet ze 2 keer. 2 keer met het hoofd in een tijdsbestek van 5 minuten. Damaris Egurola. Evraar kan er niet meer bij. En dit is de reactie op de Nederlandse bank. Spitsen. Weet het. En Groene weet het ook. Toch nog de verlossing in de allerlaatste seconde van een sensationele avond in Tilburg. En daar is dan ook direct het laatste fluitsignaal van Stefanie Frappard. Zeldzaam gezien dit. En zo is Andries Jonker de gelukkige. Hij heeft het geflikt met deze ploeg op een ongekende voetbalavond.